Frans, goedemorgen. Goedemorgen. Frans Populiers van Piano Metropool. Correct. Frans, je verrast elke keer weer met nieuwe dingen, want wat is dit nou? Ja, hier zijn we best heel erg trots op. Dit is Physis, een merk waar wij importeur van geworden zijn. Het is een compleet nieuwe techniek, een revolutionaire techniek. Het heet physical modeling. En physical modeling betekent je modelleert, je maakt je eigen klank. De een vindt een Beuzendorfer klank mooi, de ander vindt een Steinway mooi, de ander vindt een Blüthner mooi. Zo maak je je eigen klank. En de laatste 10 jaar zijn alle grote fabrikanten op zoek geweest om de digitale pianos en vleugels zo dicht mogelijk bij een akoestisch instrument te laten komen. Dat werd met sampling techniek gedaan. Dat is populair gezegd, is dat het opnemen digitaal van een akoestisch instrument. Physis gaat een heel stuk verder en zij zeggen dus, wij gaan nu de akoestische pianoklank verbeteren. Dus een akoestisch instrument heeft altijd resonanties, bijgeluiden. Heeft dit niet, dat wordt helemaal weggefilterd. Dus dit is eigenlijk heel dynamisch en het leeft. Maar hij moest een minuut opstarten, dus er zit echt een computer in. Hè? Het is een en al computertechniek. Het bedient overigens heel erg makkelijk. Ja. En ja, allerlei klankkleuren. Wil je veel muziek maken? Wil je klassiek? Klassiek, je maken, ja. alles zit erin. Ik had bij de opening al Heel Holland Bach. Nou, Heel Holland Bach, dat klopt. Dat gaan we nu ook doen. Dat gaan we doen. Ze hebben Wiebe ook voor gevraagd voor het programma Heel Holland Bach. Nou, het leuke is, Wiebe is natuurlijk een akoestische pianoman. Die heeft zijn sporen bediend. Laat ons het horen, Wiebe. Maar hij is heel enthousiast over dit instrument. De verschillende variaties in de mogelijkheden. Ik heb nog nooit zelf zoiets. Ik heb eigenlijk niks met digitale instrumenten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En het leuke is, je kan hier veel meer mee. Geef hem eens even een applaus. Nou, Wiebe, je kan hier veel meer mee dan alleen piano spelen. Dus dat ga ik laten zien. Ik ga een stukje Chopin spelen, dan Bach en dan ga ik daarna naar orkest. Nou, kijk eens aan. Frans, het is, ik zou zeggen, doe mij er maar één. Heb ik te veel gezegd? Nou, fantastisch. Ja.
Ja, dit is echt een nieuwe revolutie. Veel muziek, alles. Ieder muziekinstrument klinkt ook echt. Wat een onbescheiden vraag, maar wij zijn blijven Nederlands. Wat kost zo'n apparaat? Deze vleugel zit rond de 14.000 euro. En de piano-uitvoering is al vanaf een kleine 6.000 euro. Maar ja, ik loop al heel wat jaren mee. Ook dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Dit is echt revolutionair. Vandaag ben je dicht? Vandaag zijn we dicht, ja. Morgen, hoe laat kunnen we terecht? Tweede paasdag vanaf 10 uur tot 5 uur. En wie is er nog meer? Wiebe komt? We hebben Wiebe. Wiebe speelt een verrassing, Eine kleine nachtmuziek. Een klein midi-concert. Tonnie Eijk, gezellig de gastheer en pianist. Oké, dat is aan de Patrijsweg, 114 in Rijswijk. Ja. De A13 afslag, Delft, nummer 8. Helemaal correct. Nou, kom eventjes kijken, denk ik. Hartstikke leuk, dankjewel. Heeft u ook belangstelling, kom in ieder geval, hij is heel gastvrij, kom eventjes langs.